staan. En daar dus Martens, of daardoor dus Mathieu Martens, de kapitein van OHL, die eindelijk van die lengte met Lauberbach, met Raamakers. Bas van den Einde is er niet bij dus, om die binnen te koppen. Het wordt een ingestudeerd nummertje, maar die gedragen bal van Heiremans te lang onderweg. Driehoekje bij KV Mechelen en dan een Storm even uithalen. De eerste keer Tobe Leijzen op de proef stellen. Toch veel te weinig punten gepakt voor het... of voor de kwaliteit van het geleverde spel. Opletten hier voor Heiremans. Nu werd hij daar even vastgehouden. Jawel, de Kramer gaat naar zijn achterzak. Rika gaat eruit. Uruguayan kon zich niet beheersen. Ging aan de noodrem van Garcia meteen de vuilbak in hier. Het vertrek bij Ortwin de Wolf. En Rika. Ja. Dom. Voelde dat hij ging gepakt worden. Dat hij die ballen niet ging halen. Schatte die verkeerd in. Dat dat voor OHL niet het geval is, want de vrije trap komt er natuurlijk nog aan met Heiremans. Voorgetrokken en de kopbal in de goal! Een ongeluk komt zeker nooit alleen. Het is 1-0 voor KV Mechelen. 30 seconden na de rode kaart van Rika is het opnieuw prijs voor OHL. En het is Torra. Hier gaan we het nog eens zien. Heiremans zwiept hem voor doel met veel gevoel en het is een on-goal. Het is een on-goal. Het is Raamakers niet. Het is Ikwu Meisi. Rapt die veel ruimte op links. Kies meteen voor Storm. Doortikken. Geen buitenspel. Schoofs. 2-0. Rob Schoofs. Veel protest bij OA Leuven. We hebben daar buitenspel gezien van Rob Schoofs. Maar hij laat het niet na om in zijn 246e wedstrijd in het shirt van KV Mechelen te scoren. We zitten wachten natuurlijk op die VAR-lijn. Hier gaan we het zien. Nou, dat is toch heel nipt. Schoofs doet het wel goed. Oog in oog met Leijzen. Het was meteen doordrukken van Storm. En dan was Kurucay daar ook nog wat blijven hangen. Hij liep mee, maar lijkt toch gewoon achter... Rob Schoofs, topper samengespeeld. Die het ook echt gemaakt hebben, zoals Ansu Fati. Onder meer Kafi. Allemaal mee samengespeeld. En dit is Balikwisha. Die is uit balans gebracht. Brengt hem goed voor. En daar is de kans voor Maartens. Goeie actie van William Balikwisha. Heiremans. Een wachtende Storm. Nu moet hij naar buiten. Daar komt de voorzet, is goed en daar is de goal, nee, de bal. Nu dan in de rebound, nee, het mag niet zijn voor Leon Lauberbach. Je hebt er toch mee te doen met deze man. Wat een prima voorzet van Nicolas Storm. Hier op Gilaf en dan goed voorgetrokken. En dan knikt hij op zich goed, Lauberbach. Maar kopt hij tegen de paal. Leijzen had geen verhaal en dan mist hij zijn rebound compleet. Dat is weer geen doelpunt voor Lauberbach. Dat moet stilaan toch beginnen wegen. Akimoto Verstraten komt vragen. Kies voor Balikwisha. En dan verleggen op Gil. Maar Foulon ondertussen goed geanticipeerd door Daan Foulon. En dan snelheid maken, meegeven met de Storm. Nu wel naar zijn rechter. Gekoopt Schrijvers. Maartens. Dat is te kort. Touba opgepikt. Dat was niet helemaal de bedoeling. Krijgt hem toch bij Storm. Storm buitenom en dan knallen. Dat is voorlopig niet de helft van OHL. Wesley de Kramer heeft er nu ook genoeg van gezien. Hij maakt er een einde aan deze eerste helft waarin KV Mechelen. We krijgen ook een nieuwe jongen bij KV Mechelen. Maar hij is eigenlijk niet tevreden waarschijnlijk na die... Of met de reactie van zijn ploeg na die 2-0. Omdat ze misschien wat te veel achteruit leunden. Leuven krijgen we zo dadelijk Vlietink, Bansuzi en Hamza Mendil. Maar eerst Nicolas Storm. Weer naar zijn linker. Goeie bal, dit in de goal. Daar is hij. Daar is hij dan eindelijk voor Leon Lauberbach. Dat heeft hij er lang naar moeten zoeken, de Duitser. Maar deze...
Ja, werkt hij goed daarvoor. Opnieuw Storm buitenom bij Giel. Die ziet alle kleuren van de regenboog vandaag, die Oscar Giel. Wordt keer op keer binnenste buiten gedraaid door Nicolas Storm. En dit is een goede voorzet. Mocht te makkelijk komen. Dat is toch te makkelijk. Del Ghali. Nou, die Belgali die is goed als hij van iets verder kan komen. Als hij op snelheid kan over- of underlappen. Maar op de korte ruimte, als KV Mechelen met z'n allen op de helft van de tegenstander staat, ja, dan heeft hij toch vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. En de juiste keuze was ook dit schot van assist achter zijn naam. Twee assists zelfs. Hermans. Lauberbach. Een tijdje geleden dat we hem nog gezien hebben. Dat was het doelpunt eigenlijk niet meer moeten vernoemen. Leon Lauberbach. De Leeuw steekt zich even weg. Hermans verleggen tot bij Foulon. Hij heeft al de tijd en ruimte om aan te nemen. Hier is Daal en de goal. 4-0. Petter Nossa Daal. De invaller doet er nog eentje bij. Goeie knal. En het dansje erbovenop. Doet me denken aan het dansje van Tshabalala. Kent u hem nog? Met Zuid-Afrika op het WK in 2010. Daar leek het een beetje op. Petter Nossa Daal. 20-jarige Noor. Hier het verleggen van Hermans. En dan Daal helemaal losgelaten. Ja. Foulon werd uitgenodigd om die paas te trappen. Mazis. Maartens. En opnieuw Mazis. Dat is een geweldige bal. Op maat voor Vlietink. Drie jongens in de 16. En dan moet die voorzet ook komen. Balikwisha heeft dat begrepen. Maar blijkbaar toch niet goed genoeg. Want loopt zich de pletter op Rob Schoofs. En dan kan hij misschien snel gaan ploeken. Wou hem graag. Het duurt wat lang. En nu dan toch goed van Bafdili. Hier is Patrick Fluke. Op Mendil af. Fluke! Nee. Samen in de Brusselse rand. Dat is toch net wat minder mooi dan zijn vorige woonplaats, kan ik me voorstellen. Want toen hij bij Servet speelde, woonde hij aan het meer van Genève. Maartens ondertussen ontsnapt in de rug van Toon Raamakers. Naar hulp. Goed paasje dit van Storm of van Schoofs op Flukken. Hij heeft al gekeken en dan toch nog Bafdili gevonden. Bafdili, jawel, 5-0. Dan toch nog de forfaitscore op het bord. Bafdili. Vorig seizoen 3 doelpunten. Nu maakt hij zijn eerste van het seizoen. Gebracht door Fred van der Bist 2 jaar geleden. En nu vaste invaller. Hij maakt zijn eerste van het seizoen. Die 45 leek niet perfect. Goed balletje dit van Schoofs, Flukken en dan Banzuzi. En Tobin Leijzen, zijn gezicht staat op onweer. Het hoeft niet meer voor Wesley de Kramer. 5-0.